8 jaar lang was het weg. Maar nu is er toch weer een Q-koortsbesmetting op een melkschapenbedrijf in Brakel. Kippen in de Gelderse Vallei zaten 6 maanden vast in hun stallen. Maar de ophokplicht is voorbij en veel dieren maakten vandaag voor het eerst kennis met de buitenlucht. Ja, het is natuurlijk heerlijk, hè? Als je die dames buiten ziet komen. En hoe blijf je gemotiveerd als je al gedegradeerd bent en nog 4 wedstrijden moet spelen? Al speel je voor de Sneeuwballencup, je moet gewoon die wedstrijden proberen te winnen. Goedenavond. Bij een melkschapenbedrijf in de Gelderse plaats Brakel is Q-koorts vastgesteld. Dat heeft de missionair minister Adema van Landbouw bekendgemaakt. Het is de eerste keer sinds 2016 dat er een besmetting is op een bedrijf met melkgeiten of melkschapen. De Q-koortsbacterie werd gevonden in de tankmelk van het bedrijf. Dat gebeurde tijdens een standaard controle. De bacterie in de melk komt volgens het ministerie waarschijnlijk van 1 of enkele jonge dieren die niet gevaccineerd waren. Er is op dit moment geen sprake van een uitbraak. Er is ziekte vastgesteld bij 1 bedrijf, bij 1 of enkele dieren. Het is tijdig ontdekt. Daarmee wordt het risico op verdere verspreiding gereduceerd. Op basis daarvan schatten we in dat het risico voor de omgeving laag is. Tussen 2007 en 2010 was er een grote uitbraak van Q-koorts in Nederland. Tussen de 50.000 en 100.000 mensen werden toen ziek. Meer dan 100 mensen overleden. Op het getroffen bedrijf zijn 6 drachtige schapen geruimd. En de situatie is volgens het RIVM echt een andere dan die van jaren geleden. 15 jaar geleden ging het om meerdere bedrijven met meerdere zieke dieren, waardoor de verspreiding naar de omgeving vele malen groter was dan dat we nu denken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een handhavingstraject gestart. Bedrijven met meer dan 50 schapen of geiten of bedrijven met een publieksfunctie, bijvoorbeeld een kinderboerderij, zijn verplicht hun dieren te vaccineren tegen Q-koorts. Als blijkt dat de schapenhouder in overtreding is, dan wacht hem een boete. De GGD Gelderland-Zuid en lokale bestuurders zijn door het RIVM geïnformeerd over de besmetting. En ook worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat andere dieren de bacterie onder de leden krijgen. De medewerkers van het bedrijf moeten voorzorgsmaatregelen nemen door beschermende kleding te dragen. En ook mogen zwangere vrouwen niet in de buurt van de besmette schapen komen. Ja, en dan kippen. Kippen in de Gelderse Vallei mochten vandaag eindelijk weer naar buiten. Gisteren werd de ophokplicht voor pluimvee ook daar opgeheven. En pluimveehouders zijn er maar wat blij mee. Ook in Barneveld. Ja, de kippen zijn weer lekker buiten. Zijn weer lekker aan het rondscharrelen. Hier lekker in het weiland. Dus dat is wel hartstikke leuk om te zien weer zo. Als we maar gezond blijven, dan is het heel erg leuk. Maar het kan ook goed misgaan. En dat hebben we natuurlijk de laatste jaren eigenlijk alleen maar gehad. Hè? Vogelgriep, dat weer kwam. En dat ze daardoor eigenlijk alleen maar binnen moesten blijven. Maar ook heel veel boeren geruimd moesten worden. Wij zijn daar ook een aantal jaar geleden slachtoffer van geweest. En ja, dat is natuurlijk een ramp voor elke kippenboer. We zijn weer blij dat het nu weer zo lang goed heeft mogen gaan. Waardoor ze lekker naar buiten mogen. Ja, het is natuurlijk heerlijk, hè. Als je die dames buiten ziet komen, 's ochtends luikjes open, ze gaan naar buiten heen, ze lopen naar buiten heen, ze kunnen weer een beetje scharrelen, vrij rondlopen. Ja. Ik denk dat het een mooi moment is voor de sector. Dat betekent dus dat de druk op de sector qua vogelgriep dat die weer laag is en qua ziektes. Dus ja, hopelijk blijft dit goed gaan zo. Vitesse moet keihard bezuinigen. De helft van het personeel verliest zijn baan bij de club die nauwelijks nog overeind gehouden kan worden. Degradatie is inmiddels zeker door de dramatische puntenaftrek van de licentiecommissie. En dan moeten de spelers zich ook nog opladen voor het slot van de competitie die nergens meer over gaat voor de Arnhemse club. Gistermiddag spraken trainer en aanvoerder voor het eerst over de straf van min 18 punten en de degradatie. Veel spelers moeten of gaan weg, waaronder Marco van Ginkel, die met hele andere beloftes dit seizoen was teruggekomen. Maar toen ik kwam, zeiden ze volgende maand is de overname rond. Ja, nu anderhalf jaar later zit je in deze show. Ergens leer je er ook weer van, maar ja, het is wel echt een zooitje. Ik denk dat we gewoon heel veel dingen fout hebben gedaan. Een licentiecommissie gaat niet min 18 punten geven. Het is niet zo dat ze met 3 dobbelstenen gooien en wat valt daar? En dan moet er ook nog 4 keer gevoetbald worden. Sturing vreest voor grote nederlagen. Hij eist toewijding en scherpte. Dat wil ik gewoon niet dat gaat gebeuren. Ik wil gewoon dat we energie geven, dat we alles geven. En hoe moeilijk dat ook is,
En dat we daarvan gespaard blijven. Dat we gewoon spelen om een wedstrijd te winnen. En ik heb net ook in de persconferentie gezegd. Als speel je voor de sneeuwballencup. Je moet gewoon die wedstrijden proberen te winnen. Dat is ook je hart en je mentaliteit als topsporter. En dat hoop ik terug te zien. Straks in deze uitzending. Hij woont en werkt al meer dan 70 jaar in Arnhem. Kunstenaar Klaas Gubbels, bekend van de theepotten, viert zijn 90ste verjaardag met een overzichtsexpositie. Wat zie ik, heb ik daar 6 jaar over gedaan. Ja, zo werk ik. Het leek erop dat de volleyballers van Orium uit Doetinchem zich gisteravond thuis konden kronen tot landskampioen. Maar de strijd om het landskampioenschap is toch nog niet beslist. In een best-of-5-reeks had het team al 2 keer gewonnen van recordkampioen Dynamo uit Apeldoorn. In eigen huis gaf Orion een 2-0 voorsprong in sets uit handen. Dynamo bleef er tot het laatste moment in geloven en dat geloof dat werd dus beloond. Elke pot is spannend en nu weer een 5-setter. En ja, sta je 2-0 achter, maar het betekent niet dat dat klaar is. Dat is het leuke aan volleybal eigenlijk. Nee, want na die tweede set, ik gaf eigenlijk geen set meer voor jullie. Wij onszelf wel. En vrijdag wordt nu het 4e duel gespeeld tussen de 2 Gelderse ploegen. Als Orion bij Dynamo wint, dan is het voor de 3e keer in de geschiedenis landskampioen. Maar bij winst van Dynamo volgt er op zondag een 5e en beslissende wedstrijd. De politie heeft vanochtend een inval gedaan bij een drugslab in Wageningen. In het pand aan de Betsy van Goorstraat werd een laboratorium voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Op het moment van de inval waren er geen personen aanwezig. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. En de organisatie van de EPA Paardenvierdaagse heeft besloten om na 32 jaar en 29 edities te stoppen met het evenement. Door provinciale regelgeving is het niet meer mogelijk om tijdens het broedseizoen grote manifestaties in de natuurgebieden rond Epe te houden. De organisatie ziet een andere locatie of een andere periode in het jaar niet zitten. De komende editie van 4 tot en met 7 juni zal de laatste zijn. Anton de Kom verzette zich tegen de slavernij in Suriname aan het begin van de vorige eeuw. Nederland was daarvoor verantwoordelijk, maar hij koos ervoor niet in boosheid te blijven hangen, maar in de Tweede Wereldoorlog te strijden in het Nederlandse verzet. Gisteravond werd hij in Loenen voor het eerst openbaar herdacht, 79 jaar later. Maar wat hij precies had gedaan, is nooit helemaal opgehelderd. Wel dat hij door de Duitsers als een serieuze tegenstander werd beschouwd. Gedurende zijn hele leven heeft Anton de Kom zich onvermoeibaar ingezet voor rechtvaardigheid. Voor hem was de strijd tegen ongelijkheid veel belangrijker. De strijd tegen onderdrukking door de nazi's veel belangrijker dan ongetwijfeld de afkeer die hij zou moeten hebben gehad tegen het Nederlandse regime. Ja, nu is het echt voor het eerst zo bijzonder, omdat er een heleboel mensen speciaal voor zijn graf, voor zijn plek komen. En dat, De erkenning, hij is mijn grootvader, maar hij is ondertussen gewoon zo'n bekend persoon dat voor heel veel mensen is hij gewoon Anton de Kom. Mijn hart wordt warm om dit te zien. Oh god, ik moet Richa niet doen. Ja. En, dus het is een bloemetje uit de tuin. Anton de Kom, ik kom even aan tillen. Maar ik vind zo'n bijzonder man, ook voor mij. U noemde het een erkenning voor een zwarte bladzijde. Ja, en zo zijn er nog vele bladzijdes die omgelegd moeten worden. Die ons toch wel de pijnlijke kant van onze geschiedenis laten zien. En dat moet ook. Vliegen door onherbergzame gebieden en landen op onverharde hobbelige grasbaantjes midden in de bush. Zoals in Flying Doctors, weet u het nog? Je kunt het leren aan de andere kant van de oceaan, maar ook op ons eigen vliegveld Teuge. Wat begon als een opleiding van de christelijke hulporganisatie MAF is inmiddels uitgegroeid tot een internationale opleiding voor de bushpiloot. Je moet een beetje vindingrijk zijn. Bij de KLM, die jongens kunnen ook serieus vliegen. Dat is ook uitdagend. Je hebt een heel groot toestel. Wat bij ons het uitdagend maakt zijn de omstandigheden. Soms lopen er nog een kudde zebra's op de landingsbaan. Joost Gerritsen uit het Gelderse Zwarte Broek is in Scott gecertificeerd bushpiloot. Hij deed zijn opleiding bij vliegschool MATC op Teuge. Dat door de christelijke hulporganisatie MAF is opgezet omdat er behoefte was aan piloten die onder zeer primitieve omstandigheden met kleine vliegtuigjes kunnen landen
om noodhulp te bieden in onherbergzame streken. Dat vraagt een zekere of een hoge mate van discipline, want je doet heel veel alleen. Je zit alleen in het vliegtuig. Heel veel van deze situaties moet je alleen oplossen en zelf beslissingen maken. Ga ik nu wel of niet landen? Is het veilig? Dit zijn beelden van wat een bushpiloot allemaal moet kunnen. Hij moet geland en opgestegen kunnen worden van hele korte, soms heel erg hobbelige landingstrips. En dat landen op een onverhard grasveld zonder begeleiding van een verkeerstoren is moeilijk, omdat je dat als piloot niet meer leert in de normale pilotenopleidingen. En daarom ook heb je een eigen vliegopleiding nodig. Momenteel zijn er 35 aspirantpiloten op teugen in opleiding uit allerlei landen. Een record. Joost Gerritsen gaat met zijn gezin binnenkort naar Tjaat. Elke keer dat ik in het vliegtuig stap is fantastisch. Vliegen is leuk. En om dat in te mogen zetten om mensen hulp te verlenen, ja, fantastisch. Hij is het meest bekend om zijn koffiepotten, kunstenaar Klaas Gubbels. Gubbels is het jaar 90 geworden en dat viert Museum Arnhem met de overzichtstentoonstelling Lang leven de kunst. Zondag dan opent de tentoonstelling, maar de kunstenaar nam zelf alvast een kijkje. Wat zie ik, heb ik daar 6 jaar over gedaan. Ja, zo werk ik. Ik zit net zo lang te zeiken tot het klaar is. Met de tentoonstelling Lang leven de kunst duikt Museum Arnhem in ruim 60 jaar werk van Klaas Gubbels. Hoe heb je kunnen kiezen uit al dat werk? Ja, dat was een behoorlijke opgave, want Klaas heeft ten eerste meer dan 800 tentoonstellingen gehad in zijn leven. Dus ja, zie daar maar eens een vervolg op te brengen. En ook een gigantisch oeuvre. Hij heeft echt tientallen, ja, misschien wel honderden werken gemaakt als je alles bij elkaar optelt. Dus dat begint met heel veel kijken, veel catalogi doorspitten. En dan ja, begin je genres te herkennen, bepaalde tijdsperiodes, soortige kleuren. En dan kies je steeds van zo'n tijd of genre het meest toonaangevende werk eigenlijk. Hier ben ik blij mee. Achteraf begreep ik niet hoe ik op dat idee ben gekomen. Met een sigaretje zo in het wild. Begrijp ik niks van. In de tentoonstelling ontbreken de karakteristieke koffiepotten natuurlijk niet. Heeft u ook nog een tip voor jonge kunstenaars? Ik ben altijd een beetje onvolwassen. En dat hoop ik ook als ik 91 word ook nog ben. En dit was het Gelders Nieuws. In onze app en op de site vindt u meer. En zometeen na het nieuws krijgt u nog het weer met Jeroen Elferink. Ik wens u nog een fijne avond. Goedendag. De donderdag begon nog best fraai in Gelderland. We kregen nog mooie foto's binnen van toch wel fraaie zonsopkomst. Maar helaas raakte het toch bewolkt en volgden er een aantal buien. Dit was het beeld vanmiddag in Geldermalsen. Natte wegen. Niet echt aan de lente denken. Het was echt wel een beetje guur. Maar er komt verandering in. Maar voor het zover is, hebben we nog te maken met een lage drukgebied dat boven de Noordzee ligt. Daaromheen een band met een aantal buien en regen. En een band met regen en bewolking bereikt ook vanavond nog de provincie. Die band blijft uiteindelijk ook een beetje stil liggen in onze omgeving. Zorg morgen ook voor een beetje tegenvallend weer in Gelderland. Maar ga je naar het noorden toe, dan valt het allemaal wel mee. Uiteindelijk trekt morgenavond die band met bewolking en wat buien richting het noorden en komen we in zachte lucht terecht zaterdag. Maar de aanvoer laat ook een paar buien toe. Misschien in de loop van zaterdag op Koningsdag ook wel met onweer. Eerst vanavond nog vanavond dus een band met de regen die vanuit het westen de provincie binnentrekt. Kan af en toe stevig doorregenen en uiteindelijk bereikt die regen ook de zuidelijke delen van de provincie. Blijft daar in de nacht op positie liggen. Noorden wordt het wel droog en de temperatuur daalt onder het wolkendek niet veel verder dan een graad of 5. Morgen ligt die band met bewolking en lichte regen nog altijd over de zuidelijke helft van de provincie. In het noorden is het droog, daar de betere papieren, af en toe ruimte voor de zon. Daar wordt het ook het warmst, een graad of 12, maar in de regen wordt het niet veel warmer dan een graad of 10. Uiteindelijk komen we overal in Gelderland op Koningsdag in die warmere lucht terecht. Gemiddeld een graad of 17, maar in het zuiden zou het zelfs 18 graden kunnen worden. In de loop van de dag wel een paar buien, misschien ook met onweer. Zondag wordt het een stuk warmer, richting de 20 graden en ook later in de week hoge temperaturen. En dat zien we in de pluim ook mooi terug. Vooral woensdag is een dag om in de gaten te houden, want dan zou het wel eens 24 of 25 graden kunnen worden. Maar de kans op onweer neemt wel toe. Ik wens u een fijne avond.